Ja, Ron Jans, gefeliciteerd met deze 1-3 overwinning. Vind je dit een terechte overwinning? Ja, ik vind het wel een terechte overwinning. Alleen 3-1, dat komt denk ik dat in de slotfase dat Groningen steeds meer mensen naar voren gooit en maakt weer af. Ik denk dat 2 goals verschil wel misschien iets te overdreven is. Maar Groningen heeft er heel veel energie in gestopt. En ze waren ook regelmatig dreigend. En bij 1-1 werd er een bal bij ons door Victor Elm van de lijn gehaald. En daar komen we gewoon heel goed weg. Maar als je toch kijkt naar sommige fases, zeker in de eerste helft, naar de 1-0, moeten we het eigenlijk afmaken. En ik vind toch dat wij net wat makkelijker voetballen en daardoor toch wel terecht hebben gewonnen. Doken Smits, 1-3 gewonnen bij FC Groningen. Hoe voelt dat? Ja, heel lekker. Zeker. Zwaar bevochten overwinning. Tweede helft was niet best. Liepen we denk ik meer achter hun aan. Probeer in de counter nog wat, maar... Het is een hele lekkere overwinning. Ja, leg dat eens uit, waarom het in de tweede helft eigenlijk helemaal niet meer loopt bij Heerenveen. Want je komt heel erg onder druk te staan en je komt er zelf amper uit. Ja, ik denk dat het ook een beetje te maken heeft had met de stand. 2-1, een beetje twijfelen toch. We wisten wel dat we als we die 3-1 zouden maken, dan was het gebeurd. Alleen, af en toe was het ook een beetje slordig, net iets te snel balverlies, zodat je steeds in omschakeling zit. Dus, je bent weer belangrijk. Ja, voelt goed. Eén van de lijn gehaald en weer gescoord. Voelt goed. Ja, na de winterstop scoor je opeens heel wat makkelijker dan voor de winterstop. Ja, dat was lang tijd geleden dan voor de winterstop. Maar zo werkt het. Als je één binnenschiet, dan komt het vaak nog een paar. Vond je het een gelukkige zege of een welverdiende zege? Ja, we hebben wel betere kansen gehad dan Groningen. Maar de tweede helft waren we niet echt goed, vind ik. Voetbal was Groningen beter. Wij slaagden er eigenlijk niet in om als we de bal veroverden, om dan zeg maar met een voorwaartse paas iemand te vinden en dat je dan doorvoetbalde, zoals in de eerste helft. Eigenlijk schoot Wallis naar voren en dan kwam je meer onder druk. Dus het was eigenlijk een beetje emotievoetbal eigenlijk. En wat bij een derby wel past. Alleen het enige voordeel is, vind ik, dat we in die fase ook heel weinig weggaven. Want op zich stonden we achterin wel goed. Alleen je wilt graag eigenlijk dat je ook meer aan het voetballen toekomt. Maar ik denk dat we het half uur na de rust, dat we te weinig met de bal hebben gedaan. Hoe rust was je eigenlijk beter dan Groningen? Kom je 2 keer op voorsprong. Dan had je eigenlijk ook de wedstrijd al kunnen beslissen met 2 grote kansen van Luciano Narsing. Philip Djuric iets nog met een enorme kans. Ja, maar we hebben altijd veel kansen. Maar rendement is niet altijd goed. En vandaag ook niet. Het is al hele grote kansen. En dat moeten we eigenlijk beter af kunnen maken. Ja, is dat dan zo'n les dat je meeneemt naar de volgende wedstrijd tegen Ajax? Ja, dan moet het gebeuren. Dan moeten we scoren. Dan krijgen we niet zoveel kansen, denk ik. Dus. Zo'n wedstrijd tegen FC Groningen die je hier wint, voelt dat dan alweer extra lekker omdat het tegen FC Groningen is? Ja, zeker. Het publiek is altijd belangrijk voor het publiek. En ik denk dat het een grote feest vanavond is in Heerenveen. Ja, wat een fans waren er ook mee, hè? Ja, goed. Het voelt altijd goed om dat steun te hebben. En hoe is het nou om hier te winnen met jouw neefjes en je familie op de tribune voor FC Groningen? Ja, dat is heerlijk, hè? Ja, de hele familie van mijn moeders kant is voor FC Groningen. Dus dit is zeker een lekker gevoel om hier te winnen. En hoe gaat het dan? Krijg je dan sms'jes van vervelend, maar ja, toch voor jou gefeliciteerd, maar wij balen? Ja, een tante die was aardig sportief, die was voor beide teams. Oké. Dus die zal ook wel een beetje gejuicht hebben. En er zat nog een andere tribune, mijn neefje Connie, die zat thuis voor de tv. Dus mijn oom zat op de tribune en ik denk dat hij dat ik nog een sms'je krijg. Kom een sportief sms'je. Van tevoren zei je, we moeten hier winnen om mee te blijven doen bovenin. Je doet mee. Ja, dat is gewoon heerlijk. Gisteren heeft Utrecht dan gewonnen van Excelsior, maar daar hebben wij verder geen belangen meer bij die clubs. En we gaan kijken wat er nu gebeurt. En over 10 dagen spelen wij thuis. Tegen Ajax. En daar gaan we ons op richten en focussen. Ik denk dat wij ook daar in staat zijn om weer wat te doen. Het zou mooi zijn, want we gaan gewoon door in de race met 6 clubs richting Europees voetbal.
Ja, dat voelt goed. Ja, het is maar een korte terugreis naar Heerenveen, maar ik denk een heerlijke terugreis. Met toch wel een klein feestje in de bus. Ja, zeker. Ik denk de lekkerste terugreis van het seizoen. Kort en met een overwinning. Dat is lekker. En nu een klein feestje in de bus, de terugreis? Ja, dat hoop ik. Maar ja, we zullen zien. Iedereen is moe, denk ik. Ja, je hebt een paar dagen de tijd om te herstellen, want over 10 dagen hoef je pas weer echt in actie. Ja, we hebben een paar dagen vrij, dus misschien een minifeestje. Geniet ervan. Ja, jij ook.